We hebben nieuwe ballen gekocht. Wat is er met jullie? Phoebe zat fout. Het voelt niet goed om anderen te helpen. Het doet zeer. Nee, jullie hebben het mis. Ik weet zeker dat ze haar geschilderde muur zo mooi vindt dat ze een heel ander mens wordt. Alarm, alarm. Mevrouw Wong in aantocht. Activeer voordeurlaser. Nee, de thermometer, stop! Wie heeft die lasers ingesteld voor mevrouw Wong? Schuldig, baby! Hallo, mijn favoriete buurtjes. U weet dat we de Thundermans zijn, toch? Oh, Barbara, wat ben je toch grappig. Ik heb hier iets lekkers om te bedanken voor het maken van mijn schutting. Nou, dat is wel heel erg vriendelijk van u. Misschien kunnen we vanaf nu vaker dingen samen doen. Oh, inderdaad. Trouwens, ik geef morgenmiddag een feestje. En het zou leuk zijn als jullie kinderen willen komen. Heel erg graag, mevrouw Wong. Alsjeblieft, noem me tante Wong. Als dit zo smaakt als het eruit ziet, noem ik u hoe u maar wilt. Dan zie ik jullie morgen om 3:30 stipt. En wie had er gelijk over mevrouw Wong? Dat was Phoebe. Goed werk, Phoebe. Dank je, Phoebe. Tijd om naar huis te gaan, naar mijn vrouw en de kids. Als ik het vaak genoeg zeg, wordt het misschien werkelijkheid. Oh. Hallo, gratis kleding. Nee, hier kom je niet mee weg. Niemand lacht om Ted Bradford. Niet lachen. Valt dat ook niet? Wat is er aan de hand? Niks. Gewoon een standaard ochtend. Iemand heeft Bradford gefopt. Als ik die lastpak met die rode pet die dit gedaan heeft vindt, dan wordt hij geschorst. Kluisjescontrole. Beginnend bij, geen idee. Max Thunderman. Heb jij dit gedaan? Waarom verdenk je me daarvan? Omdat je altijd grappen uithaalt. En het grootste slachtoffer ben ik, want ik dacht dat je zou stoppen. Oké, wacht even. Luister. Nee, ik wil niks meer horen. Je bent een onbetrouwbare leugenaar. Is de arme ziel zijn schatje kwijt? Nou, dat touw was het eerste dat mij omhelsde dit schooljaar. U zult geen rood petje vinden in mijn kluisje. Maar wel in mijn rugzak. Oeh! Gratis patchen. Kluis is in orde, dus geef me maar je... Jij! Wolfgang? Pak je spullen, uitwisselingsstudent. Want je gaat mooi weer terug naar Duitsland. Oh, wacht. Laat me dit begrijpelijker voor je maken. Wolfgang! Wolfgang het gedaan, Max? Kun je even wachten? Ik moet mijn vriend gaan redden. Petje, niet mijn! Hey, Bradford. Hoe weet je nou dat hij die pet niet heeft gevonden? Hij zal hem nooit kopen. Kijk naar zijn hoekige gezicht. Zijn gezicht is raar. Maar hij draagt het petje, dus hij is schuldig. Ik vertel zijn gastgezin dat hij op de eerste bus naar Duitsland zit. Hatschoe! Gezondheid! Pas op je taalgebruik, vuilbek. Wolfgang...